Hallo ballonvriendjes allemaal. Vandaag gaan we een heerlijke hotdog maken. Een lekker hotdogbroodje. Heerlijk, zo'n hotdog. Je kan hem maken zonder mosterd, maar ik heb hem nog het liefst van allemaal met heerlijk veel mosterd. Hoe maak je zo'n hotdogballon? Om te beginnen, wat heb je nodig? Een rode ballon, 260 voor onze hotdogworst. Een blush ballon, 260 voor ons broodje. En een hele 260 ballon voor de mosterd uiteraard. En met de hele ballon gaan we beginnen. Want het is eigenlijk de bedoeling dat we onze hele ballon langer gaan maken dan onze andere twee ballonnen. En hoe doen we dit? Blaas je ballon helemaal op. Laat een beetje lucht uit. Knijp even. Trek je ballon helemaal uit. Laat dan de lucht er weer uit ontsnappen. En als je dan gaat kijken in vergelijking met een andere ballon, dan zie je dat je hele ballon een heel stuk langer is dan de andere ballonnen. En nu kunnen we gaan werken aan ons hotdog. We starten met onze blush ballon. Blaas deze op tot ongeveer halfweg. Laat hem beetje lucht stappen. Knoop dicht. Start met een bubbel van 5 à 6 vingers. Maak nog een bubbel van 5 à 6 vingers. Verbind deze twee bubbels met elkaar. Ik trek steeds de top er nog eventjes door. En aan de achterkant, om de hotdog een beetje op zijn plaats te houden, maak ik nog een heel zachte bubbel. Dus knijp goed de bal eruit, zodat je eigenlijk een hele kleine en zachte bubbel hebt. Door de andere kleven door. Zo. En de rest hebben we niet meer nodig. Dus deze knippen we af. En knoop dicht. Het overstukje van de ballon hebben we zelfs nog nodig om onze mosterd en onze worst aan te bevestigen. Zo, en hier heb je ook een knoopje, en hier heb je ook een knoopje. Dit gaan we zelfs gebruiken voor onze hotdogworst te gaan verbinden. Onze hotdogworst, neem je ballon, blaas deze een beetje op. Zo, laat voldoende lucht ontsnappen, zodat je hier eigenlijk een heel eindje los krijgt. Dan kijk je ongeveer hoe lang je uw hotdogworst wil hebben. Ongeveer zo. Knoop dicht. En nu heb je een rechte hotdogworst. Om deze hotdogworst zijn typische krom te geven, gaan we dit en dit eindje bij elkaar knopen. En dit span je aan tot zolang je de lichte kroming hebt van je hotdogworst. En zoveel je zelf je hotdog wil laten kromen natuurlijk. Dus zo, een beetje. Ook niet te krom. Zo, maar dan heb je zo de typische boog van de hotdogworst. Dit gaan we nu verbinden tussen onze twee broodjes. Eigenlijk trek ik gewoon deze knoop over het broodje heen. En dan zit mijn hotdog mooi in mijn broodje. De overschot kan je afsnippen of kan je gewoon tussen het broodje wegduwen, zodat deze niet meer in de weg komen te zitten. Zodat je eigenlijk dit krijgt aan de voorkant, dit aan de zijkant en dit aan de achterkant. Natuurlijk is de voorkant het belangrijkste. Voor de mosterd gaan we gewoon onze hele ballon
hier verbinden aan ons bovenstukje nog. Gewoon aan elkaar knopen, voldoende. Dan brengen we onze gele ballon achter onze rode ballon. De hoop op wat eigenlijk. En we draaien onze gele ballon spiraal gewijs rond. Zo, en dan is je pot ook helemaal klaar en kan je natuurlijk smakelijk gaan eten. Je kan nu je hotdogwort zelf er natuurlijk dieper in duwen. Dit is geheel naar eigen wens. Zo, en dan kan je smakelijk gaan eten. Heerlijk is dit. Ik dank jullie voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want er worden regelmatig leuke prijsjes uitgedeeld onder al mijn abonnees. Tot de volgende keer. Dag, ballonvriendjes!